Politiek is niks anders dan onze eigen controledrang, zeg maar, om onze schaduwkant niet te hoeven zien, niet te willen voelen. Gaan we heel erg onszelf en onze omgeving controleren en stemmen dus ook op partijen die dat ook doen. En die mensen hebben natuurlijk precies dezelfde patronen, die doen het net zo hard. Maar dus, ja, ik weet niet, het is echt een soort van zelfkastijding. Je moet gewoon heel eventjes, gewoon er doorheen gaan en het voelen en ervaren en dan het vertrouwen hebben dat je gewoon een goed persoon bent en dat het allemaal wel goed komt. En dan gaan we volgens mij ook hele andere keuzes maken met elkaar. Ja, dus, want je ziet het inderdaad nu in dat politieke debat. Dat hele gedrag om al die slechte dingen uit te bannen, alleen nog maar meer slechte dingen veroorzaken. Ja. Ik weet niet wat er is gebeurd en die hele klimaatgebeuren. Maar volgens mij zijn we niet beter voor onze omgeving gaan zorgen. We zijn alleen maar meer kunstmatig gaan doen. Meer chemie, meer uitstoot. Ook zelfs al die zonnepanelen en al die windmolens. Dat zorgt alleen nog maar voor meer rare stoffen die nodig zijn. En dat de uitbaten van kinderen. Dat hele racisme debat is alleen nog maar nog racistischer geworden. Die hele sociale. Volgens mij was dit altijd een land waarbij, ja, ik heb sinds kleins af aan eigenlijk wel vaker gewoon transseksuelen gezien. En dat was allemaal no big deal, weet je wel. Ja. En nou is dat in één keer het werk van de duivel en dat soort dingen. Alleen omdat het maar ter sprake is gekomen. Ja. Dus in zekere zin, door er zo mee bezig, door het op te proberen te lossen, volgens mij dan maak je het alleen maar erger. Dat is ook wat ze in de Bijbel zeggen, toch? Als je vecht met de duivel, dan word je de duivel of zoiets. Dat soort dingen. Ja, ja, net zoals dat is ook zo'n Native American gezegd. Weet je, je hebt altijd twee wolven in je hoofd die met elkaar, zeg maar, vechten. Weet je, een soort van de schaduwwolf en de goede wolf, zeg maar. En jij bepaalt welke je eten geeft, zeg maar, weet je wel. En wie je aandacht geeft. En wat aandacht geeft, dat groeit. En dat is wel een beetje. Dat vind ik dus ook lastig met dat soort gesprekken over politiek en zo. We hadden het net nog over voor de uitzending. Van dat het voelt ook een beetje een soort van. Je wil er niet te veel aandacht aan besteden. Want het zorgt misschien alleen maar dat het in stand blijft worden gehouden. En daarom vind ik het mooi om aandacht te besteden aan dingen die er wel toe doen. Die bijdragen aan een ja, weet je, een fijner mens zijn eigenlijk. Daar gaat het om. En moeten we wat minder. Maar het is bijna gewoon, het is eigenlijk een soort van hekserij. En dat de media op die manier, zeg maar, onze aandacht tot een soort van focuspunt als een laser ergens opricht. En daarmee het soort van onze aandacht gebruikt om het ook datgene waar het op richt ook te laten groeien. En ik denk dat het veel belangrijker is als we het gewoon veel meer loslaten. Jezelf richten en je omgeving. En dat is echt de key. Ja, want het is.